die verbinding, die rij van werken, is voor mij heel belangrijk. Mm. Ja. Ja. Ik maak het niet kunstwerken die helemaal op zichzelf staan en qua vorm absoluut een eenheid zijn. Nee, ze verwijzen altijd naar heel veel andere zaken. Mm. En als je dan zo'n optocht kunt maken, dan krijg je dat allemaal te zien, die verbindingen. Kijk, als je associatief denkt, dan is alles met elkaar al heel snel verbonden. En ik denk heel associatief. Ja. Kijk, die straat zal ook, die bewoners, dat gaat allemaal veranderd worden. De bomen worden groter, de straat wordt ouder, de mensen gaan weg, er komen nieuwe mensen. Die beelden veranderen niet. En daarom is kunst zo sterk eigenlijk, omdat het niet verandert. Alles verandert. Bomen, mensen. Mensen komen en gaan, bomen komen en gaan, auto's komen en gaan, allemaal nieuwe modellen, de straat wordt oud. Dus continue verandering. Maar die beelden veranderen niet. En daarom worden zij deel van het deel van wat je weet eigenlijk. Je ziet elke keer opnieuw als je daar loopt, zie je dat beeld. Dat heb je al 100 keer gezien als je daar 100 keer gelopen hebt. Maar de straat is ondertussen veranderd. Je bent oud geworden, maar het beeld is hetzelfde gebleven. En zo hecht het zich heel sterk in je herinnering, omdat het niet verandert. En ik denk dat die beelden steeds meer een vanzelfsprekendheid hebben in die straat. En dat is eigenlijk iets heel moois, dat het helemaal geïntegreerd wordt, dat het helemaal samenvalt met die straat. Dat die straat niet meer te denken is zonder die beelden. Ja. Het is geruststellend, vind ik. Het is niet meer discutabel, het is gewoon zoals afgesproken. Het is eigenlijk vredig, heel vredig. En het is ook daardoor ook hoopvol, omdat je daarop kunt bouwen, hè, zoals afgesproken. Maar voor mij is het vooral zoals afgesproken, geeft mij ongelooflijke rust. Als je een brief kunt eindigen met zoals afgesproken, dan is alles helemaal goed.